Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 28 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Laten we maar gewoon gelijk even beginnen met het perspraatje van gisteren. Ik zei natuurlijk al, het is geen persconferentie. Het is een perspraatje. Het duurde ook letterlijk 10 minuten. Toen was het klaar. Ja, wat vond ik ervan? Wat ik ga zeggen, het is puur mijn eigen mening. Je hoeft hier natuurlijk niet mee eens te zijn, maar het is puur hoe ik het zie en hoe ik erover denk. En ja, het is best wel lastig om je mening daarover te hebben, maar ik denk dat iedereen wel een mening heeft. Ik vond het een beetje onzin, dit hele praatje. Laat ik ook vooropstellen dat ik het absoluut niet zou weten hoe het is om een grote beslissing te nemen, maar goed ook. Het lijkt me ook heel moeilijk om hierover te beslissen, maar gewoon het feit dat ik vind gewoon echt dat Nederland te afwachtend is. Weet je, we hebben vorige week natuurlijk het recordaantal gehaald van die 10.000. En dan denk ik van ja, is het dan niet al een teken dat eigenlijk wat jullie hebben besloten met die mondkapjes en zo, dat het gewoon niet werkt? Nou ja, volgens het kabinet is dat nog niet zo. Ze willen het nog sowieso een weekje aankijken. Ja, mocht het nou eind van de week zeg maar echt weer heel erg stijgen, dan komen ze eerder met een persconferentie. En anders zijn ze de volgende week dinsdag of aankomende dinsdag weer. Ja, ik had toch zoiets van, er komen toch wel weer maatregelen bij. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. En voor mij is het heel makkelijk praten, omdat ik helemaal niks merk van de hele corona. Maar ja, ik snap ook echt wel dat het super vervelend is. Dat is heel zacht uitgedrukt, maar ik wil het netjes houden op YouTube. Voor de mensen die een eigen bedrijf hebben en daardoor gewoon hun inkomen mislopen, dat snap ik volledig. Maar ik denk ook dat het nodig is om nu toch meer stappen te zetten. Want kijk maar weer naar afgelopen weekend. Wederom, de kerken houden zich weer niet aan het aantal mensen. Er zijn weer feestjes gegeven waar ingegrepen moet worden. Ik weet niet waar dit heen moet gaan. Die waarschuwingen die ze steeds geven, het helpt gewoon helemaal niks. Ik denk dat ik het daar ook maar bij moet laten, want ik vind er nog veel meer van. Maar ik denk dat ik het maar lekker vol moet houden, want ik denk dat het voor iedereen het beste is. Gisteravond heb ik het perfecte plaatje gekeken en ik heb buikpijn gehad van het lachen. Want mijn moeder en Nathalie keken ook en we zaten ondertussen op de app. En ze hadden natuurlijk die naaktshoot en ja, we zaten een beetje met elkaar te appen. En op een gegeven moment, ik kon niet meer. Ik had zo'n buikpijn gewoon van het lachen wat ik ervan deed, het was gewoon heel grappig. Ze hadden ook een hele moeilijke opdracht. Dat was met de 1,5 meter samenleving dus vastleggen. Nou, ik zou dat echt moeilijk vinden als ik dat zou moeten doen. Ja, de meesten waren er wel in geslaagd, maar het was wel echt heel moeilijk. Een stukje Ajax nog gekeken, helaas 2-2 geworden. Dus dat was wel een beetje jammer helemaal, omdat ze voorstonden met 2-0 of 0-2 was het weer. Maar ja, uiteindelijk werd het toch nog gelijk. Dus dat was wel jammer. Ik heb weer de val gekeken. Dat was weer super spannend. Het gaat dus gewoon verder. Want ik ben nu door seizoen 1 heen. Nu ga ik naar seizoen 2. Maar de serie Moordenaar is niet gepakt. Dus hij komt gewoon terug. En ik heb rechts gekeken. Het artikel is nog online gekomen. De vlog is af. En mijn foto's zijn ook nog eens bewerkt. Dus ik ben heel goed bezig geweest. Al zeg ik het zelf. Ik ga nu de woonkamer doen, dan ga ik jullie bijzetten. We gaan even een stopje maken en dan gaan we eerst wat doen. En dan kan ik daarna nog even bullet journalen. En ik heb het weer ijskoud, want zelfs mijn hand is helemaal koud. Dus we gaan snel aan de gang, dan krijgen we het wat warmer. En dan doen we einde van de middag lekker de verwarming weer aan. Dus dat ga ik nu maar eventjes doen. We'll be right back.
Ik heb eventjes het fonduestelletje naar beneden gehaald. Ik ga hem even gebruiken als frituurpan. Het probleem is namelijk dat ik dat had gekocht van het eigen merk van de Plus. En dat ging niet zo goed in de airfryer. Dat viel me heel erg tegen zaterdag. Nee, zondag was dat. Dus ik had zoiets, nou weet je, ik ga dit gewoon, die zak ga ik dan wel opmaken met frituren. Dat is dan gewoon eventjes beter. Ja, er kan niet heel veel in, maar kan ik het gewoon in een paar keer doen. Dus die heb ik in ieder geval even naar beneden gehaald. Dus er moet straks even olie in, dan heb ik in ieder geval een keer gefrituurde frietjes. Taartje, die heeft een nieuwe manier van eten. Ik weet niet of ze het nu weer gaat doen, maar ze steekt haar pootje in het bakje en daar vanaf gaat ze haar eten opeten. En mij zit hier vrolijk mee te eten met Mickey, want mij zit haar bakje al leeg. Benieuwd of Taartje nog eventjes haar pootje erin gaat steken. Maar je ziet alweer wat voor benden ze ervan maken. Er ligt alweer overal troep. Kijk, 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 daar gaat ze. Zo gaat ze dus eten. Wil je met zijn vork hebben, Taartje? Echt, deze kat is ongelooflijk. Het is toch geen normale manier van eten. Nou, het bakje van Mickey is op. Nee, Mickey, niet bij tijgersbak. Lik de vloer maar schoon. Dan heb ik niet voor Jan Doedel getwijld. Nou, het tijgertje was er klaar mee met eten. Mickey en Maatje zitten nu haar bakje licht te schranzen. Ik weet niet, misschien was het te veel. Ik heb geen idee, maar ze heeft wel genoeg. En waarschijnlijk, ik hoop dat ze zo gaat wassen, want ze heeft nu hele vieze pootjes. Ik ben in ieder geval ook klaar. Ik baal nu alleen een beetje van mijn schone vloer. Want zoals je kon zien, liggen er allemaal kattenbroekjes op. Maar ik denk dat Muis het allemaal gaat opeten. Want Muis is wel iemand die alles heel schoon achterlaat. Dat is wel echt heel fijn. Ik heb nog even lekker gebullet-journald. En nu ga ik zo nog even lekker relaxen. Ik heb de olie al klaarstaan voor het in het frituurpannetje. Ik heb even een nieuwe pak sap gepakt. En ja, dat is gewoon eventjes beter voor nu. Ik ben wel heel benieuwd hoe mijn darmen daarop gaan reageren. Want ik merk wel dat mijn lichaam zo gewend is aan de airfryer. Dat het er niet altijd goed op gaat met echt gefrituurd vet. Maar we gaan het wel gewoon zien. En ja, het zei zo, weet je. Dit is beter dan dat ik een hele zak patat moet wegkeilen. Die, ja, omdat ik het gewoon niet lekker vind uit de airfryer. Het is gewoon niet zo geschikt voor in de airfryer. Dus ga ik het gewoon even lekker frituren. Dus prima. Vanavond kijk ik Bureau 040. Ik denk een stukje holder dan mijn dollar, want je hebt niet zo heel veel. Ook al ben ik, ik ben geen fan van Bridget Maasland, maar ja, je hebt eigenlijk daarna ook niks. Voor de rest ga ik mijn vlog uploaden. Ik ga in ieder geval ook even nog een thumbnail maken en mijn artikel schrijven. En ja, wat is het wel eigenlijk? Misschien nog iets terugkijken, maar dat weet ik nog niet. Ik heb sowieso weer Rex en de Val, dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Daar heb ik wel zin in. Straks in ieder geval lekker warm douchen. De verwarming staat niet aan, ik had het ijskoud. En ja, morgen ook weinig, want dan is het weer boodschappendag. Dus niet heel veel spectaculairs. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 29 oktober. Ik zit even klaar om klaar te maken. En terwijl ik het ondertussen doe, praat ik jullie eventjes bij. Want mijn coach wilde om 1:30 komen. En ik heb nog niet gehoord of het doorgaat. Maar dan ben ik in ieder geval klaar. Gisteravond lekker televisie gekeken. Zoals elke avond. Allereerst Bureau 040 was wel heel erg interessant weer. Ik vind dat altijd wel een mooi programma. Ik kwam nu om 8:30 in plaats van 9:15, 9:50 zoiets. 9:30 zelfs. Dus ja, dat was wel heel interessant. Daarna heb ik Holder dan mijn dollar gekeken. Dat was wel heel heftig. Er was een vrouw en ze kwam me ergens heel bekend voor. Ik weet niet waarvan. Haar man had vooral een heel bekend gezicht. Ik weet zeker dat ik ze al een keer ergens heb gezien, maar ik weet dus niet waar. Die droeg een camel toe broek. Nou, het is dus zo'n strakke broek is dat. Je ziet echt alles. Ik zoek ondertussen even mijn concealer. Misschien als je het kent dat je wel weet wat ik bedoel. Maar echt, het was echt verschrikkelijk. Ze ging er ook echt gewoon mee de deur uit. En je zag die mensen gewoon lachen. En ik snap dat heel goed, want het was echt heel erg. Maar het eindresultaat was op zich gewoon mooi. Alleen ik vond het een beetje tuttig, weet je.
Ze wilde haar leeftijd ook niet zeggen. Dat vind ik altijd een beetje flauw. Maar ik denk zeker dat ze in de 50 was. Haar moeder was ook 73. Die had haar opgegeven. Dus ja. Dan denk ik van, waarom moet je geheim doen over je leeftijd, weet je. Je ziet eruit hoe je eruit ziet. En ja, ik vond het een beetje raar. Ik heb ook een stuk gekeken van de documentaire van Merlijn en Anthony Kameling. Want die had ik een paar weken geleden opgenomen. En ik had nog niet echt een gaatje gevonden om die te bekijken. Omdat het te veel op televisie was. Nu alles weer een beetje aan het aflopen is. Heb ik mooi weer wat meer tijd om dat soort dingen terug te kijken. Ik heb hem nog niet afgezien hoor. Maar het eerste wat ik ervan heb gezien vond ik best wel heftig. Het komt best wel... wel binnen, zeg maar. Maar het is wel heel interessant. Ik heb weer de Val gekeken. Dat was ook wel weer erg mooi. Het ging inderdaad gewoon verder. In het einde van seizoen 1 is de seriemoordenaar met zijn gezin naar Schotland vertrokken. Alleen inmiddels was zijn vrouw dus weer terug naar Belfast, waar ze dus eigenlijk eerst woonde. Maar hij heeft echt heel raar gedrag. En ja, dat is waarschijnlijk ook typisch iets voor een seriemoordenaar. Dat weet ik niet. Ik bedoel, ik ben niet bekend met seriemoordenaars of zo. Maar het was allemaal wel weer een beetje vaag. Ik heb Rex gekeken. De vlog is ingepland. Die staat inmiddels ook al online. Mijn artikel is online gekomen. Dus wat dat betreft was het eigenlijk wel allemaal prima. Dus ja, gewoon een lekker televisieavondje. Die frietjes waren ook wel erg lekker. Maar ik merk wel heel erg dat mijn lichaam het niet meer zo gewend is. Dat ik me later ook niet helemaal lekker voelde. Dus ik hoop nu eigenlijk gewoon dat ze straks gewoon weer de Avico frietjes hebben. Want die gaan gewoon in de airfryer. En ja, je merkt toch wel heel erg een groot verschil als je de airfryer gewend bent, zeg maar. Dus dat was verder mijn avond. Ja, vandaag weinig op de planning. Ik ga dus boodschappen doen. Ik moet belangrijke papieren op de bus doen waar ik een paar weken al mee bezig ben geweest. Ik wil er nu nog niet zo heel veel over kwijt. Maar ja, als ik er wat meer van weet, dan zal ik het zeker in de vlog vermelden. Maar nu heb ik nog niet echt... ja, de behoefte om het te delen, omdat het gewoon allemaal nog heel onzeker is en het waarschijnlijk gewoon nog heel lang gaat duren. Dus jullie blijven daarmee een beetje in spanning, denk ik. Misschien gaan we ook een beetje administratie opruimen. Mijn map is zo ontzettend vol. Ik moet gewoon heel veel papieren wegdoen. En mijn coach zei vorige week, nou, daar kan ik wel mee helpen. Sowieso met opruimen in huis. Ik ben iemand die heel veel moeite heeft om spullen weg te doen. Ik vind het echt heel erg lastig. En zei mijn coach van, nou, daar kan ik wel bij helpen. Dus daar gaan we ook binnenkort een beginnetje mee maken. Kennen jullie dat? Zijn jullie ook mensen die daar moeilijk mee hebben? Bijvoorbeeld om afstand te doen van spullen of iets in die trant? Ja, ik heb het echt altijd al gehad. Dus het is best wel, ja, moeilijk. Maar we gaan zien. Maar dat... is iets voor, ja, over een tijdje. Dat gaat nu nog niet hoor. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje alles wat ik een beetje te melden heb. Niet heel erg veel. Ik ga mezelf even verder klaarmaken. Dan ben ik in ieder geval klaar. Dan zie ik wel of dat zij er al is. Want ik heb nog geen reactie gehad op het appje. Maar dat zien we wel. Ik heb net ook weer even lekker gesport. Veel pijn. Ik heb deze week de oefeningen met de benen en de buikspieren. En ja, bij de benen ervaar ik best wel veel pijn, zeg maar. En dat komt ook wel een beetje omdat ik dan op mijn zij moet liggen. Ik zoek ondertussen even een kwastje. Dus misschien is het heel irritant. Ik heb er... ja, en dan lig ik heel erg op mijn botten, zeg maar. En dat doet gewoon echt gigantisch zeer. Maar ik kan er ook niet zoveel aan doen, want ik voel het gewoon door mijn sportkleding heen. Dus ja, ik moet daar gewoon een beetje mee dealen, zeg maar. Verder
ja, eigenlijk niet heel veel meer te melden. Dus ik ga mezelf even verder klaarmaken. En dan zie ik jullie sowieso als ik terug ben van de boodschappen. Maar ik dacht, ja, dan open ik even op deze manier de vlog. Misschien een beetje vervelend, omdat ik jullie nu niet echt aankijk. Maar ik dacht, ja, weet je, dan heb ik in ieder geval wel de vlog geopend. Dan zijn jullie in ieder geval weer eventjes bij. Dus ik ga even verder en dan zie ik jullie straks weer. Zo, inmiddels weer thuis. Het is nog vroeg. Dat is lekker. De papieren zijn op de post gedaan die op de post moeten. Er was alleen eventjes een situatietje bij de apotheek. Ik had mijn medicatie aangevraagd en dat is blijkbaar niet helemaal goed gegaan. Dus ik was naar binnen gegaan van ik mis die en die medicatie. Ik gebruik twee medicaties bij elkaar. Een antidepressieve en eentje voor angstklachten ook. Maar toen werd mij verteld dat ik een afspraak moest maken bij de huisarts. Want er is echt geen controle zeg maar, op mijn medicatie. Omdat ik het al heel lang slik. Dus ik zei, nou ja, goed, dan kan ik wel gelijk een afspraak maken. Dus die heb ik nu voor over 2 weken heb ik die gemaakt. Omdat volgende week kan ik niet, want dan moet ik... dan moet ik spullen ophalen bij mijn oma. Dus dan kan ik geen afspraak bij de huisarts. Dus ik heb nu een afspraak gemaakt. Het was allemaal goed geregeld. Ik krijg nu toch nog voor 14 dagen die medicijnen. En dan moet ik dus even een gesprekje aangaan met de huisarts van... over medicatie, bla bla bla. Nou, dikke prima allemaal. Maar het was wel eventjes een dompertje. Maar ik heb boodschappen en die ga ik jullie even laten zien. Ik had geluk. Een beetje wel eigenlijk. Want ik wilde koelers gaan maken. Maar ik zal het wel eventjes naar de woonkamer slepen. Want dit is echt gewoon geen fijn gezicht. Want het is hier zo donker. Dus even kijken wat ik heb gekocht. Ik heb weer even kuppensoep gehaald bij het Kruidvat. Die was weer in de aanbieding. Weer even 2 doosjes. Want die gaat er bij mij gewoon altijd heel hard doorheen. Ik zit niet echt lekker. Nee, ik moet zo zitten. Bij het licht. Die heb ik eventjes gehaald. Ik begin gewoon even met de ene. Dat is een beetje door elkaar. Ik heb keukenpapier gekocht. Ja, gewoon... even bij de Lidl. Ik heb chocomel gekocht. Ook bij de Aldi dit keer. Ik heb weer even een schnitzeltje bij de Aldi meegenomen. Deze moet ik even invullen. Dan heb ik de runderriplappen gekocht. Bij de Aldi. Want die ga ik voor de koelers gebruiken. Champignons. Spekjes. Ik heb gratis borrelnoten, want ik spaar dus mee met die Lidl-app. Ik spaar dus voor gratis producten en dit keer waren mijn borrelnootjes. 2 pakken slaafwinken waren in de aanbieding, zijn maar tot 4,11. Dus die moeten wel in de vriezer. Even kijken hoor, even wat spullen eruit halen. Oh ja, dit zijn kranten en zo. Dan heb ik een Glorix ding voor in de wc. Deze zag er wel heel tof uit. Het is een limited editie met gold en fresh. Ik vond hem er leuk uitzien. Dus ik dacht, nou, misschien is dat wel lekker. Voor straks heb ik hamburgertjes. Want ik wist niet wat ik wilde eten. Doe ik hamburgertjes met aardappelschijfjes. Ja hoor, de gewone frietjes weer. Die ik nodig had. Ik heb even koekjes meegenomen. Zaterdag kon mijn vader koffie drinken. Dus ik dacht, dan heb ik een koekje bij de koffie. Flesje olie doe ik altijd door mijn groentes heen. Ook even weer koffie, melkcupjes. Dan hebben we tomaten, gezeten tomaten. Voor de boulash. We hebben boontjes. We hebben een paprikaatje. Was eigenlijk echt heel erg vervelend. Want ik wist dus niet dat Lidl losse paprika had. En ik heb hem nu bij de Plus gekocht. En dat was 30 cent duurder. En ik heb nog uitjes voor de koelers. Dus dat waren de boodschapjes. Dus niet heel bijzonder. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik nog eventjes bullet journalen. Maar ik ga hier even niet bij zitten. Gewoon even nog wat doen. En dan vind ik het wel prima. Ik ga dit even opruimen. En dan kan ik gelijk naar boven. En dan ben ik daar ook vanaf. Dus dat gaan we eventjes doen. En dan zie ik jullie straks sowieso nog even. Zo. Inmiddels nog even wat gedaan. Niet heel veel. Gewoon eventjes ook lekker met de katten. Maar ik had nog een rokje opgehaald. Want die had ik besteld bij Ter Stal online. Die had ik in de winkel laten bezorgen, want daar was de verzending gratis. En dat was een suède rokje, die was nu €9,23.
En dat is deze. Ik heb hem in een S'je gekocht. Ik heb zwart gekozen. Maar ik dacht, ik kan hem wel even voor jullie aantrekken. Hij is normaal 14 euro, maar nu dus 9,27. Maar ik dacht, ik kan hem wel even aantrekken. Dan kunnen we gelijk even zien of die past. Nou, dit is hem dan. Rokje, hij is lekker strak. Het is een beetje een soort van... Ja, hoe noem je dit? Een beetje een soort... ik kom eventjes niet op de naam. Ja, een beetje zo'n soort rokje wat je vaak bij secretaresses ziet. Een soort kokerrokje is het. Maar kijk, hij zit gewoon eigenlijk heel goed. Ik heb zelf nog ruimte over. Ik vind hem heel erg leuk. Ik ben er heel erg blij mee. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik weer Chateau Meiland. Goede tijden, wat super spannend is. En de naam heeft Frank Visser. Dat is allemaal super leuk. Ik ga eventjes de foto's bewerken. En gewoon nog even wat voor YouTube doen. En dan kijk ik daarna weer de val. En ik heb vanavond wat weer klem. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Straks lekker douchen en dan even eten. En dan lekker de bank op. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. En morgen zal ik weer meer voor jullie filmen. Want dat was vandaag gewoon saai. Dus ik zou bij deze gewoon zeggen, ja, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 30 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het weer koud. Jawel. Maar we gaan zo toch aan de schoonmaak, want de slaapkamer is aan de beurt. En dan kan ik mooi eventjes lekker schoonmaken. Ik wil eigenlijk ook nog even een was doen, maar ik denk dat ik het morgen gewoon moet doen. Want dat gaat hem hier nu eventjes niet worden. Morgen zou eigenlijk mijn vader en zijn vriendin komen. Dat gaat niet door, want mijn vader ligt nu in het ziekenhuis. Niks ernstigs trouwens, maar die moet daar eventjes blijven. We weten nog niet hoe lang, maar volgende week is hij wel weer terug. Dus dan komen ze volgende week. Shit. Dat had ik niet moeten doen. Ik heb dat lipkitje getest van de Action, maar nu zie je dat ik hier een streepje rode lipstick heb. Niet handig. Ik ga zo eerst even hier heel goed stofzuigen, want dat heb ik gisteren niet gedaan. En dat merk je wel gelijk. Dus dat moet eigenlijk gewoon echt elke dag wel gebeuren. Maar ik had er gisteren even geen tijd meer voor. En dan moet ik ook even wat makkelijker zijn. Oké, morgen weer een nieuwe dag. Ik vind dat altijd wel lastig, want ik heb gewoon echt altijd voor mezelf zoiets. Ik wil gewoon elke dag stofzuigen. Maar ik denk ook dat ik er soms wat makkelijker overheen moet stappen. Dat als het even een dagje niet lukt, het ook oké is. Gisteravond lekker televisie gekeken. Goeie tijden. Spannend. De Meilandjes. Was weer gieren, lachen, brullen. Was weer heel leuk. Daarna heb ik Meester Frank Visser gekeken. Ik dacht eigenlijk dat het Doet Uitspraak zou zijn. Maar dit was Reisvisite. Was trouwens best wel wat heftige dingen. Allereerst een man die woonde in een soort van bunker. En dat mocht niet van de gemeente. En hij wilde dus van Meester Visser weten wat hij daaraan kon doen. Nou, er was heel weinig voor mogelijk. Hij gaf ook echt het advies, ga uitkijken toch wel naar een andere woning. Probeer nog wat uitstel te vragen, maar het was eigenlijk wel onvermijdelijk dat hij daar mocht blijven wonen. Hij had die bunker, daar klusse hij eerst. Dat had hij, omdat hij ging scheiden, toch omgebouwd tot een woning. Het was ook wel leuk geworden, maar hij had ook een hond en het was gewoon niet de ideale situatie. Maar er was ook een zaak, er was een koppel die had een hond gekocht via Marktplaats. Volgens mij was het ook een rashond. Ik heb trouwens een traanoog, want ik heb net de mascara borstel in mijn oog gehad. Die had dus een hond gekocht via Marktplaats. En ja, ik weet niet zo goed welke ras het was. Ik ben niet in de hondenrassen thuis. De hond komt me heel bekend voor qua kleuren. Maar ik kan het ras er eventjes niet aan koppelen. Maar die had dus een hartruisje en dat heeft de verkoopster, die heeft dat eigenlijk verzwegen. Dat was al wel bekend. En die hond die moest dus nu onderzoeken ondergaan die ze eigenlijk niet konden betalen. Die hond had geloof ik 1200 euro gekost. Nou ja, en ja, zij moest toch echt die onderzoek ondergaan. Maar meester Frank Visser zei ook, het is natuurlijk niet handig hè, een dier kopen op Marktplaats. Ik vind ook eigenlijk gewoon dat het verboden moet worden, dat je dieren kan kopen via Marktplaats. Ik vind dat eigenlijk heel slecht dat mag. Ik vind het eigenlijk best wel dat ze dat mogen verbieden, want ik vind het niet oké. Maar goed, dat ben ik. Dus uiteindelijk kon ze nog wel het stap ondernemen, waardoor ze nog weer wat van het geld terug zou kunnen zien. Waardoor ze dus waarschijnlijk toch dat... diertje toch de juiste behandeling kon laten geven. Dus dat was wel heftig. Ik heb de val gekeken. Het wordt ook steeds heftiger. Het is echt wel een hele mooie serie. Alleen het is even wennen, want deze serie duurt ook letterlijk een uur. Dus, ja, heel goed serie, dank je.
Ja, weet je, dat is eigenlijk... het net begint zich steeds meer te sluiten. Maar ik weet niet hoe ze dit willen voortzetten, omdat het 3 seizoenen is. Dus ja, het is heel spannend. Daarna heb ik Clem gekeken en ik was helemaal verbaasd. Marius Mulder is stilling alive. Ja, hij leefde nog gewoon. Hugo die heeft ervoor gezorgd dat ze geen echt beton... hij werd vorige week in een blok beton in het water gegooid. En normaal weet je gewoon dat het dan einde oefening is. Alleen hij had ervoor gezorgd dat er iets anders zat in dat water van dat beton. Waardoor het dus eigenlijk niet gewoon hard werd. En waardoor, omdat hij in het water lag, Marius... Dat water loste dat spul eigenlijk gewoon op. En daardoor kon hij dus uit het water komen. Dus hij was nog in leven. Had ik niet verwacht. Ik was helemaal verbaasd toen hij voor die deur stond. Dus het was ook heel erg mooi. Ik ga nu eerst even hier stofzuigen, kattenbakjes scheppen. En dan gaan we eventjes in de gang aan de slaapkamer. In de gang? Aan de gang in de slaapkamer. Ik kom niet meer uit mijn woorden. Want dan is dat ook weer lekker klaar. Dan heb ik vanavond weer een schoon bedje. Daar kan ik intens van genieten. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik zet jullie erbij. Oh mijn god, dit gebeurt mij weer. Ik ben net mijn slaapkamer aan het dragen. Want wat doe ik dan altijd, zeg maar, voordat ik hem schoon ga maken, ga ik langs de randen. Zodat eventuele stofjes en beestjes weg zijn. En ik zie gewoon ineens een hele grote dikke spin daar op mijn plafond zitten. Dus ik ga er met een ragenbol langs en hij valt natuurlijk direct naar beneden. Dus ik hou gelijk mijn nachtkastje aan de kant en ik zie hem daar op de grond zweven. Dus ik ging snel met mijn ragenbol, ging daar zo op. Ging die ragenbol buiten uitkloppen. Maar dit gebeurt mij weer. Dan heb ik gelijk weer de schrik van mijn leven. Hè? Want dan heb ik weer zo'n spin in mijn slaapkamer. En spinnen komen ook nooit alleen, zeggen ze. Dit was weer even een schrikmoment. Dus laten we het nu maar snel gaan poetsen. Wow. Ik ben helemaal van mijn apropos nu door die spin. Het is weer verschrikkelijk. Echt vreselijk. Dit soort dingen gebeuren mij dus altijd. En nu zit ik echt af te vragen. Heb ik dus geslapen terwijl die spin daar zat? Maar hij zat er nog niet toen ik ging slapen. Dus hij is er waarschijnlijk straks gaan zitten. Maar waar komt hij vandaan? Ik vind het helemaal niks. Maar goed, ik ga nu gauw poetsen. Zo, slaapkamer is klaar. Katten hebben net lekker gegeten. Ik ben weer een blij mens. Lekker schoon bed. Ik heb alleen last van mijn rug. Maar dat hoort er altijd een beetje bij. Want als ik heel veel doe, dan heb ik gewoon heel snel pijn. Eindelijk mijn klok in de slaapkamer goed gezet. Ja, dat heb ik een beetje uitgesteld. Omdat ik dacht, ja, weet je. Hij ging natuurlijk afgelopen zaterdagnacht ging die terug. Of van zaterdag op zondagnacht natuurlijk. En ik had hem in de slaapkamer nog steeds op het verkeerde uur staan. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga vrijdag toch de slaapkamer poetsen. Ga ik dan de klok wel eventjes terugzetten. Dus die staat nu ook goed. Dus dat is op zich wel lekker. Want elke keer als je op die klok keek, dacht je, oh nee, het is een uur vroeger. Dus ja, wel fijn dat hij nu weer goed staat. Ik heb even de nagellak eraf gehaald. Ja, je ziet mijn hele handen zijn helemaal rood van die nagellak. Maar dat gaat straks met douchen, ga ik gewoon even goed schrobben. En dan is het vaak al een stuk beter.
Ik durf nu even niet met nagellak remover mijn handen te wassen. Want dat gaat heel erg bijten. Mijn handen zijn heel droog. Ik merk ook hoe vaker ik bijvoorbeeld, als je met wimpels of zo, dat je dan dat desinfecteermiddel gebruikt. Dat mijn handen er eigenlijk heel slecht op gaan. Het bijt heel erg. En ja, ik ben sowieso iemand die wel veel mijn handen wast. En ja, als het moet, doe ik het wel. Maar liever gebruik ik dat spul ook niet, omdat het gewoon heel erg bijt. Maar ja, dus mijn handen zijn gewoon wat gevoeliger. Maar die nagellak moest er gewoon af, want het was zo afgebladderd. En ik kan daar niet tegen. Ik vind het dan zo lelijk. Nou ja, het goede nieuws is dat mijn vader morgen alsnog komt. Want hij is alweer naar huis. Hij mocht alweer naar huis. Het was totaal niet ernstig. Dus hij mocht gewoon weer lekker naar huis toe. En hij is verder niet gewond of zo hoor. Het was iets met zijn buik wat niet helemaal goed zat. En ze moesten er even onderzoek voor doen. Dus ze dachten eerst dat hij moest blijven. Maar hij mocht alweer naar huis toe. Dus ze komen morgen alsnog. Dus dat is wel gezellig. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik weer de Masked Singer. Ja, daar heb ik weer zin in. Ik ben zo benieuwd of ik het weer goed heb, wie erin zit. Ja, ik vind het echt een super tof programma. Ik heb ook gehoord dat ze een oudejaarsversie gaan maken. Nou, dat vind ik wel super leuk. Want ik vind ouders. Nou, ik heb sowieso natuurlijk niks met de feestdagen. Zoals oudejaarsavond ook. Ik vind er geen fluit aan. Maar met een beetje goede tv, weet je, dan is het nog wel oké. En ik zeg ook altijd wel, je moet zelf de slingers ophangen. Je moet er zelf iets van maken. Ik ben ook wel echt wel iemand die met de feestdagen echt wel een gourmetje maakt. Of een fondue. Ook al ben ik alleen. Ja, weet je, ik vind, je moet het zelf een beetje leuk maken. En dan heb ik toch het idee dat ik iets gedaan heb. En ik denk dat voor iedereen kerst nu anders zou zijn met corona. Dus dat maakt niet uit. Maar ik vind het wel leuk dat ze met oudejaarsavond dus ook daarmee komen. Verder ga ik een stukje van Thank You For The Music kijken. En ja, wie weet nog een klein stukje van die documentaire van Anthony Kameling. Maar dat weet ik nog niet, want ik moet de video nog editen voor morgen. Ik moet mijn artikel nog schrijven. Dus er is nog genoeg te doen. En ik kijk vanavond weer De Val. En weer lekker zonnestad. En daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ja, even lekker relaxen, wat lampjes aan doen, want het begint donker te worden, het regent ook lekker. En dan ga ik een lekker avondje houden en dan zou ik bij deze zeggen, ik zie je morgen. Een hele goede middag, lieve mensen. Ik zit in de auto, want we moesten even naar de bakker en nog even medicijnen en zo ophalen. Dus ik open de vlog maar even vanuit de auto, omdat ik anders geen tijd had. Het is zaterdag, het is 31 oktober, dus Halloween. En ik zit dus gezellig in de auto te wachten, want ze zijn even naar de bakker. En je hoeft nu niet met z'n allen naar de bakker, dus ik zit hier gewoon te wachten. Gisteravond heb ik weer de Masked Singer gekeken en ik was er helemaal verbaasd. Mijn moeder die wist de lama. Ik heb het echt tot de laatste moment niet geweten. En het duurde echt lang. Ik wist gewoon echt niet wie het was. Het bleek dus Joris Linssen te zijn. En de apels van Louise, die hadden we wel. Dus dat was wel leuk. Dus dat was weer genieten. En we wisten eerst niet of Nathalie het zou halen. Maar dat was ook gelukt. Die lukte het ook. Nou ja, halen ze. Gaan halen, dat klinkt een beetje raar. Maar zij moest werken tot 7. Dus we wisten niet of ze op tijd thuis zou zijn. Dus ze had ons al, mij al gebeld van willen jullie anders pauzeren. Maar ze was op tijd. Dus we konden lekker kijken. Ik zit ondertussen even te kijken of er mensen langskomen. Maar ik denk dat mensen me heel raar aan zitten kijken dat ik niet tegen mijn telefoon praat. Ik heb mijn camera niet bij me. Maar ik dacht, ik moet wel even de vlog openen. Vandaag zal ik weinig vloggen, want ja. Ik ben nu even aan het wachten. En ja, we gaan gewoon even wat. Ik moet nog even naar het centrum. Even de medicijnen ophalen. Misschien nog even wat halen van een boodschapje. Want ik weet niet of ik nog bouillonbladjes heb voor de koelers maandag. Kijk, die mevrouw kijkt me ook wel heel raar aan. Waarom zit jij tegen je telefoon te praten? Verder heb ik gisteravond Thank You For The Music stuk gezien. De Val weer was ook weer super goed. En Zonnestad. En dat vond ik best wel een beetje triest. Want Zonnestad was op zich best wel heel spannend. Maar ik wist dus gewoon echt niet dat dit zou gaan gebeuren. Er ging een meisje, de dochter van een van de agenten ging dood. En ik wist niet dat dat ging gebeuren. Ik heb dat gewoon echt helemaal nooit meegekregen. Dus het was echt super spannend. En ja, dat was het dan ook, weet je. Het was gewoon wel heel mooi. Het was eigenlijk een goede avond. Maar ik ga eventjes verder. En ik zie jullie straks sowieso weer als ik thuis ben, want we gaan weer verder rijden. Zo, inmiddels gedoucht en wel op de bank. Jullie hebben echt heel lang niks van mij gezien. Maar ik heb vandaag ook echt niks gevlogd. Maar dan komt, we hebben gewoon gezellig gekletst en dat soort dingetjes. En ja, weet je, dan valt er ook weinig te vloggen. Maar ik ben weer helemaal fris en schoon. En ik ga nu eventjes heel Holland Bakt Kids kijken. En daarna ga ik
Even nog een stukje van Thank You for the Music kijken. Oh, ik zal het even iets zachter doen. En wat ga ik daarna kijken? De Lotto met Jan Versteeg vind ik wel leuk. Dus dat ga ik doen. Dus verder niet heel veel. Ik ga nog even aan de vlog proberen te werken. En dan ga ik eventjes... nog gewoon eventjes op de laptop. En vanavond kijk ik weer naar de Val en naar Zonnestad. Dat was gisteren dus zo spannend. Maar ja, het was dus wel een hele leuke dag. Ik heb jullie alleen dus echt nergens bijgezet. Maar goed, dat had ik al een beetje gezegd natuurlijk. Dat ik vandaag niet wist of ik iedere keer ging vloggen. Maar dat is dus niet echt gelukt. Ik ga nu even de afwas doen ook. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Want er valt nu echt gewoon verder niks meer te vloggen. Ik kreeg wel heel netjes van mijn gemeente kreeg ik 2 mondkapjes. En dat vond ik echt heel netjes. 2 wasbare mondkapjes kreeg ik opgestuurd. Dat vond ik echt heel tof. Want ja, mondkapjes kun je niet genoeg hebben. Die van mij is ook super smerig. Ik had even mijn medicatie opgehaald. Nog eventjes bij de supermarkt had ik even bouillonblokjes gehaald. Want ik wist niet meer of ik ze had. Dus die heb ik eventjes gehaald. En dat is het dan ook wel. Dus het was verder gewoon prima. Het was heel gezellig. Dus ik heb een hele leuke dag gehad. Sorry dat ik niks heb gevlogd. Maar wie weet de volgende keer weer. Ik ga jullie dan in ieder geval morgen zien. Want ik ga nu eventjes afwassen en dan lekker de bank op. Een hele goede middag op deze zondag. Het is alweer 1 november. En de tijd gaat weer zo hard. We zijn alweer in november. Er komt een appje binnen. Ik zal zo wel even kijken wat dat is. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb even een stukje van Philip Geubels gezien. Dat was wel heel grappig. Ik had het eigenlijk nog nooit gezien. Geubels en de Nederlanders, geloof ik. Nou, dat was wel even lollig. Ik heb eventjes Thank You for the Music afgekeken. Ik heb De Val gekeken en weer Zonnestad. Dat was weer heel mooi. Ik heb ook wel aan de vlog gewerkt. Het is nog niet helemaal af zoals ik het wil. Maar dat ga ik vanavond gewoon eventjes doen. Vandaag eigenlijk op de planning, ik ga weer even de groenten afhalen alvast. En dan ga ik ook alvast eventjes de dingen snijden voor morgen voor de goulash. Dat leek me wel even een goed idee. Daar kan ik jullie dan mooi bij zetten, omdat ik natuurlijk gisteren heel weinig heb gefilmd. Eigenlijk niks. Dus dat. Ik had gisteren wel weer een situatie in de slaapkamer, want er zat weer een spin. Dit is de 3e spin in 3 dagen tijd. 2 dagen tijd. Nou... ik weet niet wat het is hoor, maar het zal wel weer spinnenseizoen zijn. Maar ik ben iemand die gaat, voordat hij in bed gaat, ga ik mijn hele kamer rond. En ik zag in de hoek alweer wat zitten. Dus, en dat is dan natuurlijk weer te hoog, daar kan ik natuurlijk weer niet bij. Dus ik ging mappen met een kledingstuk uit de wasmand. En toen had ik hem. Dus het was inderdaad weer een spin. Dus dat was weer eventjes een tegenvaller. Over was gesproken, ik ga zo ook even een was aanzetten. Want ik heb echt onwijs veel was. Maar ik ga nu eerst eventjes de handdoeken doen. Ik heb net even mijn voeten geveld. Eigenlijk moet ik weer de iltsokken aantrekken. Alleen, ik heb net gisteren mijn nagels gedaan. En als je die iltsokken aan hebt, mag je geen nagellak dragen. Dus mijn nagels zijn al klaar. Dus ik dacht, nou weet je, dan doe ik dat volgende week wel. Dan denk ik gewoon volgende week aan om ze niet op zaterdagavond te gaan lakken. Maar dan doe ik gewoon dan eventjes de iltsokken aan. Dus dat eigenlijk. Zietje, wat gaat mijn telefoonbeeld af zeg. Weer nieuwe tests. Even kijken. Nou, ik kijk zo wel even. Mickey is er ook. Ik ga zo eerst even heel goed stofzuigen, want dat heb ik gisteren niet gedaan. Daar ben ik niet meer aan toegekomen, dus dat is wel echt even nodig. En ik ga ook eventjes in de gang zuigen, want daar ligt allemaal katten voor. Want er was er weer eentje die alle blokjes eruit heb gegooid. Dus dat ga ik ook eventjes doen. Dus, maar ik ga nu eerst eventjes stofzuigen en even de bak scheppen, hè. Mijn appjes beantwoorden en... oh, daar gaat weer alles voor. Ik hoor het gewoon gaan. Ik hoor dat het eruit gegooid wordt. Dus ik zal straks ook even een nieuwe zak pakken. Dan zal ik ze even wat verse brokjes geven. Dan is dat ook weer klaar. En dan ga ik even de dingen snijden. En dan zal ik jullie dan eventjes bijzetten. Dus ik ga nu eerst even wat doen. Want het begint me nu wel te irriteren dat al de brokjes inmiddels uit het bakje gehaald worden.
fotospullen. Ik heb de collectie van Friends een aantal producten. Ik heb hier 3 spullen van. Dit is een limited editie. Ik heb 3 oogschaduwpalettes en 3 lipglossjes. Super leuk. Dus die ga ik fotograferen. Ik heb hier het Catrice Hydro Plumping Serum. En deze mascara van Kruidvat. De Max Drama Volume en Lengte Mascara in een waterproof variant. Dus ik ga even fotospullen pakken en dan ga ik dit even fotograferen. Zo, alles is klaar. Alles is gesneden, dat hebben jullie kunnen zien. En ik sta uien te snijden. En als ik ergens nekelen heb, is het snijden van uien. Want je krijgt er traanogen van. Je krijgt er zere ogen van. En ik vind het snijden van uien echt een drama. Ik moet wel zeggen, lang leven mijn messenset van Jamie Oliver. Want die is echt top. En toen ben ik die uien aan het snijden. Toen dacht ik ineens, shit, de vorige keer had ik volgesneden uien gekocht. Dacht, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Dus eventueel, als ik het nog een keer ga maken. En dat is best wel aanwezig, want de winter is nog lang. Is het al officieel winter? Volgens mij nog niet eens. Het is net herfst. Ga ik weer met volgesneden uien werken. Want uien snijden, ik kan het gewoon niet. Ik vind het heel moeilijk. Ik had gewoon zere ogen. Ik vond het echt drama. Maar ik ben wel blij dat alles klaar staat en alles volgesneden is. De bodem is dan ook al klaar voor dinsdag. Het is allemaal top. De foto's zijn gemaakt. Dus best wel druk geweest. Maar dat geeft helemaal niet. Want het was ook wel lekker. Maar ik voel mezelf wel een beetje dom. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan kijk ik vanavond weer Wie van de 3 en Alberto Stegeman. Vind ik heel mooi. Misschien dat ik ook nog een klein stukje van tevoren. Want Wie van de 3 begint pas om 8:30. Een klein stukje van die documentaire van Anthony Kamerling ga afkijken. Ik wil sowieso mijn foto's bewerken. En eventjes nog wat aan de vlog doen. En ik heb Rex en vanavond weer... En de cover. En daar heb ik heel veel zin in. Dus het wordt eigenlijk gewoon een lekkere avond. Straks lekker eten. Dan de bank op. Nageltjes even doen. En dan vind ik het eigenlijk heel prima. Dus daar heb ik wel zin in. Gewoon echt zo'n lekker zondagje. Ik hou ervan. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Oh ja, dat wilde ik jullie nog vertellen. Ik kreeg zo'n lief filmpje van Lente gisteren. Ja, dat mag ik jullie natuurlijk niet laten zien. Maar ze hield haar hoofdje omhoog. En toen ineens ging ze omrollen. Dus er is nu ook op beeld dat ze kan rollen. Echt super schattig. Dus dat was echt super leuk. Maar goed, ik ga nu dus relaxen en ik zie jullie dan ook gewoon morgen weer. Een hele goede middag op deze dinsdag, maandag, sorry. Ik ben helemaal van mijn apropos. Het is 2 november. Ik zal je even laten zien waarom ik van mijn apropos ben. Of wat is er aan de gang? Dit. Zien jullie dat? Buiten. Alles is weg. Mijn hele stenen. Ze zijn bezig met de voortuin. En mijn kliko's zijn ook weg, dus ik kan mijn afval ook niet dumpen. Ik heb net even gekeken waar mijn kliko's staan. Die staan aan de zijkant. Dus dat is dat. En ik moet zo een video opnemen. En dat ga ik ook gewoon doen. Alleen het wordt wel een beetje drama. Want ik ben bang dat het heel veel geluid gaat maken. Maar ze gaan hier de hele week mee bezig. Dus ja, het is niet anders. Ik moet het nu echt doen. Ik heb mijn nagels gisteren gelakt. Ik zal ook even het lakje pakken. Dit is een lakje van... Catch and Shine. Deze is het. Het is een heel klein potje, maar die heb ik dus opgebracht. Daar ben ik wel blij mee. En ik heb lipkleur op van Friends. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb weer gekeken naar Wie van de 3 was erg leuk. Daarna heb ik gekeken naar Alberto Stegeman was heel spannend. Ik heb Rex gekeken en ik heb weer gekeken naar Undercover. En dit is zo spannend. Volgende week de laatste uitzending. Ik vind het onwijs jammer, want ik vind het echt super leuk. Maar ja, het was heel spannend. Dus dat. Ik ga nu even gauw stofzuigen. Dan ga ik een video opnemen. Dan ga ik de koelers opzetten. Dan kan ik daarna nog even bullet journalen. Want het is allemaal even iets later geworden. Ik had even mijn vader gebeld. Want ik moest mijn scooter even weer gaan starten. Maar dat kan dus nu niet, omdat ik niet bij mijn schuur kan. Want het is één zandbende. Ja, of je moet een zandbak in huis willen, maar dat gaat nu niet. Ik voel me daar ook niet zo prettig bij, want er lopen allemaal mannen buiten. Dus dat ga ik niet doen. Maar ja, gewoon als de straat er weer ligt, hoop ik dat het weer kan. Want hij had hem zaterdag even gestart en hij had natuurlijk best wel wat moeite mee. Dus nou ja, goed, dat eigenlijk een beetje. Dus ik ga even stofzuigen en dan ga ik de filmspullen klaarzetten. En dan ga ik eventjes de koelers opzetten en dan kan ik nog heel even bullet journalen. Dus dat is eventjes de planning. Dus ik ga even wat doen.
zal jullie even laten zien hoe mijn koelers eruit ziet, want die staat lekker op. Ik zal even langer doen. Ik denk dat het beter is. Kijk. Lekker pruttelen. Ja, ik heb er al helemaal zin in. Het ruikt er helemaal lekker. Ik zal even kijken of het op kan blijven staan, want ik ga vlakken of niet eten. Dus ik had mijn moeder even geappt, maar die heeft nog niet gereageerd. Ik heb in ieder geval lekker... Oh, daar heb je er. Nee, dat was mijn moeder niet. Facebook. Nog even lekker geknutseld. Ik heb weer een pagina gemaakt van november. Ineens had ik het. Ja, soms heb je het niet en ineens had ik het wel. Dus dat was leuk. Video staat erop. Is gelukkig toch nog redelijk goed doorgekomen. Ondanks het achtergrondgeluid. Maar ze hadden op dat moment even pauze. Dus toen kon ik mooi even filmen. Ik heb ook mijn kliko's gevonden. Die staan aan de zijkant. Maar daar kan ik niet bij. Want ze staan allemaal door elkaar heen. Dus die zullen eerdaags wel terugkomen. Het is alleen een beetje vervelend dat ik mijn afval nu niet kan dumpen. Dus dat moet gewoon eventjes nu bij de voordeur staan. Want mijn zak zit bijna vol. Dus die moet wel even eruit. Maar goed, dat is eventjes afwachten. Dus ja, eigenlijk een prima middagje. Oh, we zijn er nog. Ik denk dat zo'n 5 uur stoppen of zo. Ik ga nog even lekker relaxen. Dan ga ik vanavond Kopen Zonder Kijken kijken. En natuurlijk Giotto Meiland. Daar heb ik wel zin in. Laatste weekje ook. Dus dat is wel jammer. Maar nou ja, er komen vast weer andere leuke programma's voor in de plaats. Vanavond kijk ik weer naar de Fall en naar Rex. Ik ga mijn artikel schrijven. Ik probeer ook de foto's voor het artikel van morgen klaar te maken. Zodat ik die ook kan schrijven. En voor de rest eigenlijk gewoon lekker basic avondje op de bank. Het is lekker weierig buiten. Ik vind het gezellig. En dan straks lekker douchen. En uiteraard ga ik dan lekker mijn goulash eten. Ik heb er al heel veel zin in. Dus ik ben echt heel benieuwd. Ik moet straks nog een beetje aanmaken. Maar dan weet ik zeker dat ik er vol gas van ga genieten. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, dat wordt gewoon morgen weer. Ik heb trouwens wel heel schattig mijn lama naast mijn bed gezet. Die had ik gekregen van mijn moeder. Maar ik weet eigenlijk niet of ik het jullie al had laten zien. Ik zal even... Even kijken dat hij een beetje dichtbij komt. Kijk. Hoe leuk staat hij hier. Nou, ik vind het gezellig. Maar goed, ik ga nu relaxen. En ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 3 november. En buiten worden de tegels gelegd. En ik ben klaargemaakt. En ik had net weer glitter in mijn oog. Ik vertelde jullie al dat ik die setjes van Friends aan het testen ben. En bij mij is het eigenlijk altijd zo dat ik 2 dagen maxi of sowieso... Minimaal 2 dagen een palette of een product test om te kijken wat ik ervan vind. Vaak is het wel langer, maar 2 dagen sowieso. Ik vind die lipgloss echt top. Die vind ik echt geweldig. De oogschaduw vind ik ook heel leuk, maar er zat dus glitter in. En ik wilde daar weer wat mee doen. En ik had allemaal glitter in mijn ogen. En ik dacht, nee, wat vreselijk. Dat was niet fijn. Het goede nieuws is dat de tegels erin worden gelegd. En ik ga kijken of ik het heel subtiel kan laten zien. Omdat de mensen in beeld zijn. Kijk. Zie je de tegels? Die worden dus nu gelegd. Wordt wel heel mooi, dus ik ben heel benieuwd. Het is best wel snel gegaan. Ik werd alleen vanochtend mijn bed uitgetrild. Dat was even wat minder fijn. Het was nog heel vroeg. Het was 9 uur en ik werd helemaal wakker van het apparaat. Op zich was het niet heel erg, want toen kon ik even naar het toilet. Want ik heb gisteren die goulash gegeten en de hele pan is leeg gegaan. Er was niet heel veel meer van over. En daarna had ik hartstikke dorst natuurlijk. En toen ben ik overgegaan op de aanmaaklimonade. Maar ik drink altijd van die longdrinkglazen. En daar heb ik er 2 van op. En dat merkte ik natuurlijk. Want dan moet ik hartstikke naar de wc. Omdat ik het niet zo vaak drink. Dus dat. Ik heb lekker Kopen Zonder Kijken gekeken. Was ook alweer een bijzondere uitzending. Ik vond die man die vond ik wel enthousiaster als die vrouw. Het was ook een koppeltje wat allebei nog thuis woonde. Dus ging voor het eerst samen wonen. Ik vond het weer heel mooi geworden. Echt. Ze kunnen dat echt wel heel goed. Ik heb Meilandjes gekeken. Het was ook weer super leuk. Daar heb ik lekker van genoten. En ik heb de Fall weer gekeken. De serie Moordenaar is gepakt. Maar ik denk nog niet. Misschien komt hij nog wel weer vrij. Ik weet het nog niet. Ik kan er nog geen pijl op trekken eigenlijk. Heel spannend. Ik heb Rex gekeken. Ik heb mijn artikel online gezet. Ik ben wel bezig geweest voor de foto's voor het artikel voor vandaag. Ik weet alleen niet of ik het ga redden. En anders verschuif ik hem naar volgende week. Dat is ook niet echt een hele grote ramp hoor. Soms moet je gewoon even roeien met de riemen die je hebt. Vandaag op de planning eigenlijk weer de standaard dingetjes. We gaan de kattenbak doen. Ik kan nu alleen het afval dus niet kwijt. We gaan de douche doen en we gaan de gang doen. Dus dat zijn de standaard dingetjes. Dus niet heel bijzonder. Ik heb wel weer een nachtmerrie gehad. Zie je, die blog gaat zich er ook weer mee bemoeien, hoor ik alweer.
Dus dat was ook weer minder fijn. Maar nou ja, goed. Het was in ieder geval allemaal wel weer prima. Dus ik heb lekker gesport. En nu ga ik even wat doen. Want dan ben ik straks ook weer eerder klaar. Dus ja, tijd om eventjes een sopje te maken. En eerst maar eens even de kattenbak te gaan doen. Ik ga hier bij de douche gewoon weer bij zitten zoals altijd. Dat is gewoon net iets makkelijker met filmen dan met de bakken, denk ik. Maar ik ga wel even kijken wat ik ga proberen. Trouwens wel even gaan doen. Ik ga zo eventjes handschoenen boven pakken. Want de mijne zijn kapot. Dat is een einde maken aan deze stapel was. Want het is natuurlijk weer vreselijk. Dus dat gaan we wel even doen. Daar gaan we maar even mee beginnen. Dan ga ik daarna de bakken eventjes doen. Maar dit kan dus echt niet meer. Dus dit gaan we maar eventjes in de wasmachine stoppen. Want hier kan ik helemaal niks van zijn. Dus dat gaan we eerst maar even doen als ik mijn schoentjes heb gehaald. Zo, de katjes hebben net lekker gegeten. Het blijft altijd toch een beetje een dramaatje. Want ze willen echt per se ja, het liefst gewoon elkaars bakje leeg eten. En ja, de ene sneller en de andere niet. Maar goed. Maar kijk eens even hoe ver de stoep al is. Kijk eens hoe mooi. Oh, dit is... Nee, ik ga het jullie morgen wel even laten zien. Want dit zien jullie niet omdat het ineens heel erg aan het regenen is. Het is ook heel donker geworden en het is ook heel erg gaan zwaaien. Vandaar dat ik ook al lekker de lampjes aan heb, want dat vind ik gezellig. Ik hou echt wel van dit weer. Maar ik ben wel lekker opgeschoten. Ik heb eigenlijk alles klaar. Ik was zo vroeg dat ik dacht, ik kan de was nog even opvouwen. Ja, die dingetjes die nog aan het kleine wasdekje hangen waren nog niet droog. Dus daar moet ik nog even op wachten. Maar dan heb ik in ieder geval het grote wasdek weer klaar voor de was die nu in de machine zit. Kan ik die vanavond daar neerhangen. Verder ga ik zo nog even lekker relaxen. Ja, vanavond perfecte plaatje en goede tijden. Daar heb ik wel zin in. Je hebt ook nog Ajax. Dus misschien dat ik dat nog even op de laptop aanzet. Maar moet ik even kijken hoe en wat. Dus, maar ik heb er wel weer zin in. Ik vind het wel erg leuk programma. Perfecte plaatje. Verder heb ik de Val en Rex en de Val. Ja, daar heb ik gewoon heel veel zin in. Omdat ik gewoon heel benieuwd ben hoe dit gaat aflopen. Persconferentie natuurlijk straks om 7 uur. Die ga ik kijken. Er zijn natuurlijk al wel weer wat dingen uitgelekt, maar je weet nooit wat er van waar is. Dus dat gaan we straks zien. En verder ga ik de foto's bewerken. En misschien ook wat aan het artikel doen, maar ik denk dat dat echt volgende week wordt. Ik denk dat ik het probeer gewoon te gaan bewerken. Dat ik hem dan van het weekend schrijf voor volgende week dinsdag. Want ik ga het nu gewoon niet redden. Ik zie het nu niet gebeuren. Maar dat geeft op zich niet. Soms moet je daar ook eventjes aan toegeven. Ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar kun je ook het belletje aan zetten. En dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. Mocht je deze video leuk gevonden hebben, doe dan even je duimpje omhoog. En ik wil je natuurlijk weer super bedanken voor het kijken. En ik hoop je gewoon eigenlijk bij een volgende video weer te zien. Dus doeg!